Ik ben Alice Brouwer en mijn rol bij RTV Baren was voorzitter en programmamaker. Ik ben Paul Boots en ik ben eigenlijk mijn hele leven televisieregisseur geweest. En toen er op een gegeven moment een lokale omroep ter ziele ging, toen dacht ik dat is zonde, dat moeten we niet doen. Mijn naam is Hans Klein, ik ben betrokken bij allerlei zaken rondom het verkopen en aankopen van de commercials, zeg maar. Ik ben Hans van Echtdom en op het moment doe ik redactie en verslaggeving bij de tv. Ik ben Chris Jenner en ik verzorg de techniek zowel voor LTV als voor Eemland TV als RTV Baren. Ik ben Jack Visser, de initiatiefnemer van de lokale radio en televisie. Ik vind een rare vraagstelling, sorry. Ik ben een van de oprichters van Eemland TV. Alice en ik hebben in de tijd toen Sjors ermee ophield, Eemland opgericht, Eemland RTV. Als het gaat om de oprichting van RTV Baren, dan ben ik niet helemaal van de namen, want het is eigenlijk een heel proces geweest. Dat is gekomen door Sjors de Haan. Ja, RTV Baren is dus opgericht door Paul Boots, Chris Jenner en Hans Klein. Uitzendingen waren in het begin toch wel heel lastig. We hadden te maken met allemaal mensen die eigenlijk niet gewend waren om televisie te maken. Wij zonden uit vanaf een Apple TV. En die Apple TV die was door Chris neergezet in een huisje. Wat eigenlijk als je het dorp uitrijdt vanaf de Drakenburgerweg, daar staat een elektriciteitshuisje. Via een redactie kreeg een cameraploeg opdracht om een interview te maken. We zaten in lokaal 7 boven bij het poorthuis. En ik regelde gewoon de mensen en de camera's. Nou, ik zat wel heel erg in de politieke hoek. En ik was meer op het gemeentehuis dan thuis in de keuken, zou ik maar zeggen. Want ik volgde dat uitermate nauwlettend. Dus als er iets niet goed was, dan ging een van ons op de fiets naar dat huisje toe om daar de computer opnieuw op te starten. Het belangrijkste wat ik heb gedaan, dat is dus het idee opperen bij de gemeente om dus te zorgen dat er een lokale omroep komt in de vorm zoals ik toen de piraterij deed. De belangrijkste bijdragers die ik gegeven heb aan de lokale tv is het maken van reclames en de opleiding. Nou, ik denk niet dat ik zo vreselijk veel betekend heb, maar ik maakte gewoon uit zoals wij die allemaal maakten. Ik denk dat het belangrijkste is dat we ooit de stap hebben genomen om van Sjors de Haan de omroep over te nemen en uiteindelijk lokale omroep naar een iets hoger niveau te brengen dan dat het toen was. We waren met zo weinig dat je ook maar met heel weinig ruzie hoefde te maken. Wij moesten onszelf op de kaart zetten. En dat hebben we gedaan door de intocht van Sinterklaas te filmen en die te monteren. Die montage, waar niemand enige ervaring uit had, heeft 4 dagen geduurd, geloof ik. En daarna hebben wij dat programma, wat toen dacht ik iets van 1,5 uur duurde, dat hebben wij constant laten roleren. Want dan denken we, nou die kinderen vragen dan en dan kijken die ouders vanzelf. En vervolgens werden wij daarna opgebeld door de ouders of het nou een keertje kon ophouden. We hadden natuurlijk toen best veel live uitzendingen en dat was werkelijk echt heel spannend. Want ja, je kon ook ongelooflijk de fout in gaan. En daardoor was die spanning vooraf natuurlijk wel vrij groot. En ik thuis natuurlijk iedere keer als ik dan moest presenteren voor die kleerkast staan, wat zou ik dan aantrekken, staat het netjes enzovoort. En ik weet nog dat ik een keertje binnenkwam in een uitzending en Chris mij aankeek en zei, heb je niks anders bij je? We hebben dus ook wel eens misgegrepen naar de camera's, dat een paar jongeren dus op wintersport gingen. En die dachten van, nou, we nemen de camera's mee. Dus opeens, ja, dan moet je filmen en er is geen camera meer te vinden. Ik heb geen leuke anekdotes. Ik ben toen een keer met Jan en Paul, dat waren een 3-eenheid, waren we bij het Schuttersfeest in Soest. En toen zegt Paul tegen mij van, als jij nou achteruit loopt met de kabel, hij zegt, dan breek ik mijn nek niet over de kabel. En ik zeg, goed, dan doen we dat. Dus hij had de prins, was hier aan het filmen en achteruitlopend. En ik breek bijna mijn nek over een stoel en ik ging onderuit in plaats van dat ik rechtop bleef en Paul in de gaten hield. Als RTV Baren lokaal blijft, zie ik nog wel toekomst. Als het een streekzender wordt,
dan zie ik minder toekomst. Want mensen zijn minder geïnteresseerd in het nieuws van Soest en andere plaatsen. Nou, ik denk dat lokale televisie heel erg leuk blijkt. Alleen dat het heel duidelijk moet zijn wat je wanneer uitzendt. Want ik betrap mij er nu nog wel eens op dat ik het niet altijd zie. Omdat ik dan denk, goh, wat jammer, want dan hoor ik later dat er zo'n leuk programma was. Maar dat heb ik dan weer net gemist. Ik hoop dat er een toekomst is. Ik begrijp dat jullie heel druk zijn met regionale samenwerking. En dat zal toch best wel moeilijk zijn om dat gewoon goed van de grond te krijgen. En de verschillende koninkrijkjes tot één te smeden. Het wordt nou samenwerken met de andere plaatsen. En dan denk ik dat je toch je eigen stukje moet houden. Want ja, lokaal, dat is toch het leukste natuurlijk. Ja, in die zin ben ik dus optimistisch. Omdat er altijd lokale omroepen zullen zijn die in staat zijn om onderwerpen die van belang zijn voor burgers van Baren, om die lekker bij mensen thuis te brengen. Lokale omroepen in Baren, één goede toekomst. En dat zal vast lukken. We staan nu al 20 jaar, dus de volgende 20 zitten we weer erbij. Samen op naar een regionale omroep. Veel succes. Ja, veel succes natuurlijk en veel mooie Barense programma's. Loeren over de heg in Baren blijft leuk.